Ik heb inderdaad een brief gehad van de vakbond van Openbaar Groen, waarin staat de minister van OE heeft niets gedaan, heeft niets gedaan, heeft niets gedaan. Dat is een leugen. Mensen moeten niet met leugens bij deze minister komen, dat is de waarschuwing die ik geef. En mensen moeten niet komen chanteren met leugens. Dat moet iedereen onthouden van deze minister. Woorden van minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken. Hij zegt dat er vanuit de bond van Openbaar Groen constant wordt geroepen dat de minister niets doet voor het personeel. De bewindsman vindt echter dat de bond na 5 jaren haar stem wil laten horen. De bond heeft maandag een petitie ingediend bij de Nationale Assemblée, waarin is aangegeven dat de OW-minister politiek bedrijft op het ministerie. De vakbond van Openbaar Groen, had een protocol vanaf 2015, die in feite ook nooit door de RVM is bekrachtigd. Dus het heeft eigenlijk geen waarde. Maar ik heb alles van alle vakbonden overgenomen. Geen enkel vakbond kan zeggen dat ik iets heb gezegd, nee, ik ga niet akkoord. Ik zie daar weer een grote leugen als men dat zegt over deze minister. Ik heb in 1 jaar, misschien in 6 maanden, meer dan 50% gerealiseerd. 5 jaar lang heeft deze vakbond niet gegeld. Hun protocol was vanaf 2015 getekend door de minister. Maar 5 jaar, waar waren ze 5 jaar? 5 jaar zijn allemaal machines gestolen. 5 jaar zijn zoveel mensen die ze, waar waren ze? Toch? Ik heb meer dan 50% gerealiseerd en ik ga jullie notules geven als bewijs, want ik werk alleen met bewijs wat ik doe. Ik ga niet in op vage dingen. Ik heb geen tijd voor vage dingen. Dus leugens moet men niet over deze minister komen verspreiden. Overlegorgaan. Goed voorstel van de vakbond. Ik heb het ingesteld. Maar de vakbond gaat staken. Er waren geen laarzen, geen materiaal. De eerste dingen zijn aangekomen, maar de vakbond gaat staken. De vakbond van meneer Blanker gaat staken. Ik heb toelages, de brief gestuurd naar Binnenzaken. Ik heb alles verzameld. Wat ik niet mag, mag ik niet als OE-minister. Dus wat ik mag, mag ik doen. Dat is iets van Binnenzaken. De vakbond gaat staken. Maar ik heb mijn werk gedaan. Noor Mohammed zegt dat transparantie hoog in het vaandel staat in zijn beleid. Alle informatie is toegankelijk. Dus hij kan niet verweten worden dat hij geen informatie deelt. Natuurlijk is de organisatie veranderd. Ik kan niet meer zitten met mensen van die met oude ideeën zitten. De organisatie is veranderd. Toch? Een nieuw organogram, alles heb ik gedeeld. Toch? Dus wanneer men deze minister verweet dat hij niets heeft gedaan, dan is dat een leugen. Maar ik ga die natuurlijk vrijgeven. Niets is geheim bij deze minister. Ik ga jullie geven alle aanbestedingen, alle materialen. Jullie mogen ook contact maken met de directeur, wat er allemaal gekomen is, etc. Maar deze minister moet niemand chanteren. Dat moet men onthouden. Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken. Hij sprak vanmorgen voor aanvang van de raadsvergadering. De Bond van Openbaar Groen heeft gisteren een onderhoud gehad met de president over de ingediende petitie. Wat er is besproken is vooralsnog niet bekend.